Rond 13 augustus dan piekt de meteorenzwerm de Perseïde in Nederland. En dat betekent veel vallende sterren. Hoeveel vallende sterren je kunt zien en waar je moet kijken, vertelt Rob van den Berg. Een paar keer per jaar kun je een zogenaamde meteorenzwerm zien. En 13 augustus is het tijd voor de Perseïde. Dat kan je mooi op de agenda zetten, want elk jaar is dat ongeveer op hetzelfde tijdstip. En als je dan in de nacht van 12 op 13 augustus na 12 uur gaat kijken op een hele donkere plek en je kijkt in de richting van het noordoosten, dan kun je wel zo'n 60 van die meteoren per uur zien. En dat is best veel. Normaal op een hele nacht kun je er maar een paar zien. We noemen dat ook een vallende sterren, maar dat zijn natuurlijk geen vallende sterren. Het zijn stofjes die met zo'n 60 km per seconde de atmosfeer binnendringen. Enorme snelheid. Ze zorgen dan voor een lichtflits en je kan dan zo'n lichtflits langs de hemel zien trekken. Ja, dan zeggen ze wel dat je een wens mag doen. Dat mag je altijd proberen natuurlijk. Soms dan kan zo'n stofje of een zandkorreltje, meer is het niet, op de aarde terechtkomen. En als je het dan terugvindt, dan noemen we dat een meteoriet. En hier bij Sterrenwacht Zonneborg hebben we er een paar liggen. Nou, hoe kan het nou dat we dat elk jaar weer rond dezelfde tijd hebben? Dat komt omdat de aarde dan eigenlijk door het restant van de staart van een komeet trekt. Dat is altijd op dezelfde plek. En die stofdeeltjes van die staart van die komeet, die zorgen dan voor die meteorenregen. De Perseïden die worden veroorzaakt door de komeet Swift-Tuttle. Die één keer in de 130 jaar om de zon draait. Maar elk jaar kun je dus weer die meteoren zien rond 13 augustus. Heel vaak hoor je natuurlijk al die termen door elkaar heen. Je hoort kometen, je hoort meteoren, meteorieten. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Een meteoor is eigenlijk een lichtflits aan de hemel. Dus zo'n vallende ster, dat noemen we een meteoor. Op het moment dat je het vindt op de aarde, hè, als steen, dan noemen we het een meteoriet. En een komeet, dat is eigenlijk een grote bal van sneeuw en ijs die in een baan rond de zon trekt, net als planeten. Dus kometen die komen heel af en toe langs en die meteoren die kun je af en toe aan de nachtelijke hemel zien. En als je geluk hebt en je vindt wat terug op de aarde, dan heb je een meteoriet gevonden.